De Groninger zanger Idrissa Magassa is één van de 170 mensen die eind november gegijzeld is geweest in het Radisson Blue Hotel in Bamako in Mali. Tot nu toe werd aangenomen dat er geen Nederlanders gegijzeld waren geweest. Er werden bij de gijzeling 20 mensen vermoord. Magassa zat uren muisdeel vast op zijn hotelkamer en hoorde van nabij geschiet, gegeil en gekerm. Uiteindelijk kwamen Malinese militairen hem bevrijden en werd hij naar buiten geleid langs gewonde en gedode hotelgasten. Enkele weken daarvoor had Magassa ook al in levensgevaar verkeerd. Met een groep muzikanten werd hun busje nabij de grens van Burkina Faso aangehouden door terroristen. Hun leven werd gespaard omdat Magassa voldoende Koranteksten kon opzeggen. De genaturaliseerde Idrissa Magassa komt oorspronkelijk uit Mali en woont sinds de jaren 90 in de stad.